Hallo allemaal, welkom terug bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer. We gaan weer verder met Uncharted 2 Among Thieves. We waren gebleven in de bergen met onze nieuwe gids Tenzin om het bewijs van Schaefer's verhaal op te sporen. Het is vandaag bloedje warm hier. Ik ben benieuwd of de omgeving in de Himalaya een beetje koelte geeft, maar ik betwijfel het. Dit vind ik al meteen heel mooi. Het is nog niet geperfectioneerd, maar hoe Nate sporen achterlaat in de sneeuw, hoe hij er echt doorheen ploegt. Het is echt heel knap gemaakt. Heel realistisch. Aha, die pentoserta. Kijk. Oh man, het lukt nooit om aan de overkant te komen. Toch wat wel. Wat heb je daar? Onze diep hart, twee heb je dan. Ah, grijptouw. En dan de help. Ja, succes vriend. Dat is bijna onmogelijk. Oh, het is gelukt. Mooi. Ja, dat is bijna mogelijk. Oh, het is gelukt. Ga je er overheen, man. Dat is een oeroude touw. Hij is echt een heel sceptische bij vandaag. Ik hoop dat je weet waar je heen gaat, jochie. Vast wel. En ik denk dat het een plek is die hij normaal vermijdt als de pest. Dus het is heel dapper dat hij dit gewoon voor ons doet. Die nummer hard door, is ja, kapot. Precies, dat dacht ik nou ook. Vind je een schat? Lig hier normaal wel schat. Oh ja, hier. Oeh, dat is een mooie. Kijk wat het is. Een Tibetaans ritueel zwaard. Is mooi. Is heel mooi. Ik ben er sinds kort achter gekomen dat dit soort schuiven door smalle gangen een soort transitie is in de game. Dat de nieuwe omgeving eerst helemaal moet laden en renderen. En dat dit dus een soort programmeerovergang is wat we nu doen. Is een leuk weetje. Want nu pas is de nieuwe omgeving helemaal uitgemapt. En kunnen we ons er ten volle doorheen bewegen. Een kamp. Vast van Schaefer's expeditie. We zitten wel in de richting. Maar er is hier niks. Dit kan Schaefer niet bedoeld hebben. Maar de tribunal ja dat doen door. Oh, die kant op, tuurlijk. Die dingen bijten hoor. Het zijn maar wolven. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar Tenzin die denkt dus blijkbaar dat de wolven hen naar de plek zullen leiden. Ik weet niet waarom. Maar we vertrouwen maar op de berggids. Let's be honest, who wouldn't? Waar is hij nou heen? Oh, wacht. Hij is daar. Let's go. Zo. Die ijsmuren. Echt dit claustrofobische gevoel dat je ervan krijgt. Het is heel mooi ontworpen. Verbaast me dat ze geen ijsschoenen of iets dergelijks hebben. Ik zou wel lang zijn uitgegleden wat dat betreft. Hé, hey, moet dat zo snel? Hallo? Hij wil duidelijk sneeuwlaarzen, geen gimpen.
Hij wil duidelijk geen tijd verspillen, wat dit betreft. Meer wolven. Geweldig. Ja, zo. Waar gaan die toch heen? Wat heb je gevonden? Roddy Scheffer. Een van de lijken van de expeditie. Hij is al lang dood. Ja, dat dan. Vrieskoude heeft hem goed bewaard. De Chintamani-steen. Dat was vast een van Scheffer's man. Oh shit. Oh. Dit is maar de beste. Van hetzelfde. Even kijken hoor. Geen treasure? Oké. Tenzin, kom op! Oké, ik geef je een zetje. Mogol, niet kunnen jij dat. Wat? Ja, ja, pijn daar. Ja, dat versta ik nog steeds niet. Ik eerst, hè? Oké. Omdat je meer vechtervaring hebt of zo? Of omdat je sterker bent? Ik weet echt niet wat hij bedoelt. Oh, omdat hij beter dit soort dingen kan beklimmen. Hij heeft zijn hele leven lang in die bergen gewoond en toch denkt hij dat Nathan dit beter kan dan hij. Dat is best wel opmerkelijk. Oeh, oké. Nog meer kampresten. Oké. Jeps. Oh. Oh shit. Dat waren dus geen uitstekende randen. Ze zien er wel echt voor de 100% zwijt. Oh fuck, we moeten wel overnieuw beginnen. Kijk, ze lijken precies op deze randen en toch kon je jezelf er niet aan vastklampen. Vind ik wel een beetje slordig design zo. Maar whatever, het is maar één minpunt. We moesten duidelijk de richel links ervan hebben. Wat ik tot nu toe ook merk bij de muziek, hij is niet zo opvallend als bij de eerste game. Je hebt echt wel degelijk een paar leidmotieven. Maar echt niet zo dat er echt uitspringt als in Drake's Fortune. Ik hoop dat dat op een duur wel gebeurt. Want Greg Edmondson die heeft al bewezen dat hij gewoon echt heel chille soundtracks kan creëren. Oké, we moeten nu de stennis in vangen. Laat dat alsjeblieft werken. Kom op, ik vang hem wel. Ik heb je. Alsjeblieft, ik heb het van je te goed. Oké, waar moeten we nu heen? Dat weet Tenzin waarschijnlijk wel. Dat moeten wij ook echt eens leren. Dat is echt een heel handige skill. 1, 2. Japsakee. Oh! Ik denk dat het momentum niet sterk genoeg was. Ik had lager aan de touw moeten hangen. Oké, en dat was een glitch. What the hell? Ja, oké. Ho. Dank je, Tenzin. Oké, we staan kiet. Kijk hem maar zo, naar je. Thank you.
godsnaam? Ja, kom maar zo. Ik hoorde die wolven janken. Wat was dat? Iets zegt me dat we dicht in de buurt zijn gekomen. Ja! Holy shit! Godverdomme. Die zijn alle. Wat doet zoiets? Kare. Dit, wat doet zoiets? Nou, kijk me. Kipja, die zet aan. Shenan Tsaburesha. Dat monsterachtige waar je op staat. Ik dacht in maar hè? Tensie, we moeten er vandoor. Ze zijn aan stukken gescheurd. Dat monsterlijke waar hij het bij de ingang over had, dat moet hier vast zitten. Maar wat dan, een yeti of zo? Maar je ziet, hij neemt niet het voortouw meer. Hij is bang. Dat vind ik altijd een leuk tintje dat game designers doen. Dat de mentale staat van de karakters echt letterlijk in hun gedrag getoond wordt. Zo van, hun lichaamshouding is anders. Ze gaan niet meer als eerste. Holy shit. Oké, dat dus. Dat zag er niet uit als een yeti. Maar... Wat was dat? Oké. I'm scared. Oké, jij blijft hier. Hier. Satya de la tombe, sir. Wauw. Echt, moet je dit zien? Dit is echt mooi. Dit is met recht de mooiste omgeving in Uncharted die ik tot nu toe gezien heb. Question is, waar moeten we heen? Ik zie alleen maar een canyon. Kun je niet doorheen kruipen helaas. En we hebben geen wapens om het stuk te schieten. Hey! Ah, crap. Altijd kunnen weten. Oké, dus we moeten naar boven op een of andere manier. Ik ga eerst nog even hier kijken. Normaal exploreer ik nooit zoveel in de omgeving, maar dit is gewoon te mooi om links te laten liggen. Ah. Schedeldrum. Wat? Ram je daarmee op iemands hoofd en krijg je dan muziek of zo? Nou ja, let's go further. Oké, dit is lastig. Oh, wacht, daar. There we go. Nathan Drake, alpinist. Oké. Wauw. Oh nee, wacht, dat is een schat. Zover waren ze letterlijk nog niet in game design. Maar latere games die kunnen dat wel. Dat echt letterlijk de glinstering van de sneeuw in het licht ook meegerekend wordt. En dat is iets heel erg indrukwekkends. Als ik me het goed kan herinneren, dan heeft The Last of Us dat er al in gedaan. Chef, doet je de groeten. Laten we hopen dat hij geladen is. Het is een behoorlijk oud pistool. Hey!
Oh, dear. Hou vol. Oh, Jesus. Kenzin. Oh, man. Geen tijd voor nu. En blijkt het niet veel uit te halen. Crap. Wat is dit voor iets? Tach, sans, ik pitch is dat het zijn. Holy shit, Tenzin! Geweldig gewend. Zo. Een Pokémon op hem in jaste dat mes in zijn rug 4 keer. Vet. Wat was dat in godsnaam? Meneer Lapsongen, dan dik je dat er, hè? Datgene waar je zo bang voor was. Maar wat doen die dingen hier? Ze hebben waarschijnlijk iets te maken met de steen. Misschien bewakers of zo. Kom hier, ik geef je een zetje. Tenzin is er bang voor, maar het houdt hem niet tegen om Nate verder te brengen. En dat geeft wel aan hoe ongelooflijk dapper die vent nou eigenlijk is. Hij had hierbij gewoon dood kunnen gaan en nooit meer bij zijn dochtertje kunnen komen, maar hij helpt ons, een vreemdeling. Het is heel nobel. En hij zegt, nee, is ook echt niet te stuiten. Ga gewoon maar door en door. Ja, het is cool. Gaat de pijp uit. Lachep Treasure. Bronzen stupa ornament. Stupa zijn spirituele pagodes of zoiets van boeddhisten. Oké, waar moeten we nu heen? Daar. Oh, come on. Shit. Oké, Tenzin is niet van plan iets te doen, dus we moeten het blijkbaar zelf uitvogelen. Het probleem is dat ik niet helemaal weet hoe. Oh, zo dus. Ah, dat is mooi. Oké. Hij had ons wel in. Nu is hier een beetje te weinig ruimte voor ons tweeën. Oké, waar nu heen? Helemaal naar boven. Trap treden. Nou, dan komen we ergens. Dit kan onmogelijk door Severs mannen zijn gemaakt. Maar wie dan wel? Trap. Het begint erop te lijken. Oh, Jesus. Hart van ijs. Ik denk dat we een soort heiligdom binnengaan. Maar of de steen nu ook zelf is? Nee, waarschijnlijk niet. Oef, dit belooft niet veel goeds. Maar Tenzin die kent. Ik weet niet of hij deze plek kent. Wow. Z.
zeg, dat wel. Wauw. En natuurlijk moeten we weer naar dat beeld toe. Ja, haak aan des toch. Wauw, echt, moet je het zien. Wat de level design, hebben ze zichzelf echt overtroffen hier. Dit is fantastisch. Tenzin, ga op die andere schakelaar staan. Ja, dan heb je niet over. Makkelijk zeggen. Wauw. This is badass. Ik weet niet of je het kunt horen hier, maar deze trap die loopt op een soort klok. Oh, dus je moet echt behoorlijk snel klimmen. Zo. Dit is echt fantastisch. Woeps, beetje te diep. Ah, crap. Oké. Duidelijk voorzichtig naar beneden. En swing en zip. Oh, no, no. Oh. Ik kan mijn eigen advies niet eens goed opvolgen. Dat is het probleem. Je hoort de klok wel tikken, maar je weet niet precies wanneer de dingen zich nou echt in gaan trekken. Dus wat dat betreft moeten we gewoon zo snel mogelijk omhoog. Quickly. Ja. Oeh. Daar is Tenzin. Zou ik wel op kunnen klimmen als ze iets lager waren. Oké, het is te laag, dus we moeten het omhoog zien te krijgen. Andersom. Het is te hoog, dus we moeten het lager krijgen. Ik weet alleen niet goed hoe. Oh, zo. Nou, dat is dope. Trek aan die hendel! Je zou toch wel denken dat als hij mij dat zo goed kan verstaan, dat hij in de loop der jaren wel wat Engels zou hebben opgepikt. Maar hij kiest ervoor om volledig in zijn eigen taal te spreken. Maar wat weet ik ervan? Misschien is het gewoon te moeilijk voor hem. Oké, belangrijker dan ooit om niet te vallen. Oeh, zo. Oké. Bijna. Come on. Ja, oké. Ik moet hierbij goed kijken naar de positie van Nate's uitgestrekte hand. Als hij letterlijk de kant op wijst waar je heen wil springen, dan is het veilig om te springen. Let me guess, daar ligt vast een treasure, maar ik heb daar geen zin in even. Holy
kou. Wat beschermen ze dat dit zulke ingewikkelde machinerie nodig heeft? Ik bedoel, dit in de bergen bouwen is al lastig genoeg. Maar dit is echt next level in avonturieren. Gewoon honderden meters boven de grond op dit soort dingen beklimmen. Hoppakee. Oké, ik had moeten springen daar. Oké. Oeh. Ja hoor, Tenzin, span je niet in. Nou, wie weet waar hij allemaal doorheen heeft moeten komen. Vraag is, hoe kwamen wij nu beneden? Zo dus. En daar is dat touw. Ik vind het alleen een beetje ver. Nou, gokwagen maar. Oeh. Allee, hop. Ho, ho. Shit. Nou ja, dat was een erg punt. Oké. Al dit gedoe? Eindelijk. Ja. Au, tuurlijk. Oeh, ik hoop dat hier een uitgang is. Geweldig. Ah, leuk hoor, hoe kom ik nou aan de overkant? Is vast wel een weg. Ik moet daar zien te komen. Het gaat niet makkelijk worden. Ach, leven van een schatjager is nooit makkelijk. Hoepla. En voor elkaar. Reden zijn dat ze al die machinerie hebben. Als het puur is om bruggen te bouwen, dan moeten. Wil ik echt wel weten waar dit allemaal naartoe leidt. Oh, ah, dit is cool. Oh, oké. Oké, dat was close. Ugh!
Oké, voorzichtig. Ja, oké. En drop. Oh, nee! Wat de hel? Ik werd daar gewoon ingeduwd. Dat is gemeen. Oké. Geen punt. En voilà. Oké, nu moet ik zelf de wiel weer beklimmen. Nee. Oké, dit gaat wel heel vaak mis. Hij moest die stang pakken en dat deed hij niet. Oké, voorzichtig nu. Oké. Oeh, treasure. Die kunnen we nog wel te pakken krijgen. Dat doe je niet. Oh, zo. Oké. Oeh. Tibetaanse ceremoniële bel. Lijkt wel een beetje op de bel van Shiva. Maar ik weet niet in hoeverre Tibet het hindoeïsme aanhangt. Volgens mij is dat wel boeddhisme. En daar hoort Shiva niet in thuis. Lijkt er wel heel sterk op. Shiva, voor het geval jullie het niet weten, is de god van chaos en oorlog. Daar is hij. Hey, Tenzin! Damn. Echt niet meer. Ja, het is er net als... Oké, dat was stom. Het is weer net als Eldorado. Gewoon zo'n heel uitgebreide manier om iets te verbergen. For no apparent good reason. En... Yes, I'm in. Yes, so. Goeie reflexen. Dat is... Nou, we zijn dichterbij. Oké, dat is cool. Vet, gaaf. Nee. Oké, dat was geen moment te vroeg. Wat hier ons binnen ook te wachten staat, I don't like it. Duidelijk dat Tenzin hier ook wel geweest is. Dat er nog een andere uitgang is. Safer is eruit gekomen, dus dat moet wel. Hey, hele shot. Dat zijn pas de expeditieleden. Safer's expeditie. Oh. De Chintamani-steen. Hars. Nog meer hars. Headshot.
Ze zijn gedood. Moet je dit nou zien? Maar door wie? Door Schaefer? Ze zijn allemaal doodgeschoten. Tata. Tigurire. Dat is de Irmensul, de levensboom. De boom met de steen? Oh, Jezus. Het zijn SS'ers. Nou, God, zeg maar zo. De Schutzstaffel. Nazis. Nazis? Nou, komt dat ook mee. Die dwongen Schaefer dus hen hierheen te brengen. Maar hij heeft ze dus weten te doden. Oeh, en daar hebben we de monsters. Wat levert het een man op? Macht. Maar vast niet alleen dat. Tenzin, dit is het werk van Schaefer. Ah. Schaefer, schoot ze dood. Mare. Ja, de enige manier om ze te stoppen. Maar waarom deed hij dat dan niet veel eerder? Oh shit. We moeten een uitgang vinden. Nu. Hij moet op een of andere manier gezien hebben wat die steen aanrichtte. Want anders had hij ze al veel eerder afgemaakt. Ik weet alleen niet waarom. Wat doet die steen? Hé, hey, daar zit de schakelaar. Absolute macht corrompeert absoluut, maar hoe? Kijk eens aan. Oh boy. Ze kunnen goed mikken. Well, let's kill these fuckers. Ze zijn geraden hier. Als ze überhaupt al gedood kunnen worden. We moeten vooral uithouden tot dat ding naar beneden is. Laten we eens maar bij Tenzin voegen. Oh! Ah, shit! We kunnen goed liggen. Oké, duidelijk. In beweging blijven is dat vies. Ah, shit. Net te laat. Oké. Oké, we moeten het even blijven volhouden, maar ze zijn nu sterk en snel. Kom op, Tenzin. Get die Tenzin. Oké, gelukt. We zijn er wel. Oké, niemand kan hier nu nog komen. En nu hebben we bewijs in ieder geval. Soort van. Alles goed? Die steen. Oh nee. Tenzin. Zijn dorp. Persas. Bema. Oh nee. Tina!
Godzijdank. Oh nee. Wat is er? Het is Lazarevic. Ze hebben ons gevonden. Ben mag haar. Ik weet het niet. Shaver heeft haar. Kare. Moshever Miamduduk. Ze zijn de andere kant op. Oké. Nee, dit is onze fout. Onze fout. Oké, jij blijft hier. Bescherm ze. Ja, wij hebben ze enigszins hierheen geleid. Moeten ze hier wegkrijgen en snel. Kruisboog. Interessant. Ga terug naar binnen. Ga naar binnen! Oké, cool. Dat is one hit kill dus. Je moet alleen echt wel raak schieten. Klote! Ja. Ah, kom op. Eps. Zal ze leren die gewoon een slag te vallen. Niet goed. Die kruisboog is dan wel een one-hit kill. Maar ze beweegt er gewoon om die draak te kunnen schieten. Heps. Come on, you sons of bitches. Heb. Oké. Ik heb een nieuwe gun nodig. Ah. Oké, ja, hij heeft zijn hele strijdkracht meegebracht en de mensen die zijn niet gewend, hè. Oké, dat kan niet meer. Zou die vrij makkelijk dit niet kunnen. Oké. Engels.
zijn er te veel. Gelukkig helpen die doorgelopen aardig mee. Maar ik moet het van een andere manier proberen. Wel. Mijn hemel. Hier liep ik net nog doorheen. Rustig. Als ik die granaat precies zo kan gooien. Nee, dat werkt niet. Oké. Alleen maar AK's. Die heb ik niet, Jan. Dagger 5, oké. Oh, nee. Zo. Oké. Dat was lastiger dan ik hoopte dat het was. Oké. Let's go. We moeten bij Schaefer en Pema zien te komen voor het te laat is. Oké. En nog allemaal voor een steen die een hoop narigheid veroorzaakt. Als ik het goed begrepen heb. Maar wat precies voor narigheid weet ik niet. Werden die nazi's ook zombies of zo? Of werden die monsters die ons hebben aangevallen? I don't know.
één ding zeker, deze mensen die mogen niet lijden onder de gevolgen. Oh shit. Shit, ik zie hem niet. Shit, oké. Ook iets, Elena die heeft eigenlijk schuldgevoel. Zij steunde dit eerst ten volle omdat ze wist hoe gevaar het scheen was. Maar ja, het heeft ook deze mensen in gevaar gebracht. Het beste wat we nu kunnen doen is in ieder geval ze verdrijven. Stop je dat. Bam! Oké. Oh, kut. Ik had dekking niet te zoeken wat dat betreft. Ik pak het wel vanaf beneden aan, daar zijn de meesten. En een schat. Antieke gauw. Geen flauw idee wat het is, dat lijkt me een soort poederdoos. Kut. Oké, dat had ik kunnen winnen. Geen goed idee geweest. Okay, dat heeft ze voorlopig buiten gevecht gesteld. Sanne, we pitch komt tevoorschijn. Heb eens. Nee. Shit, dit is moeilijk. Oké, die zit daar. Die is de gevaarlijkste, maar ik weet niet waar. Oh, nou. Kut. Gepanzerde goten zijn ongelooflijk gevaarlijk. Oké. Even rust. Super. Shit. Okay. En een granaatwerper. Oké. Hebbes. Oké, ik heb nu het overzicht. Son of a...
zit. Oké, okay, top. Dat schild, dat hebben we. Sure, chop or chop. Ja! Emma! Het komt goed, Tenzin. Emma! Echt die wanhoop in die hoort in zijn stem. Heel goede stemacteur. Zhang Sheng, waar is hij? Wat? Waar is hij? Zhang Sheng, waar is hij? Shiver, begin. Daar, hij heeft Pema. Oh shit. Oh, en daar hadden ze dus die tank voor nodig. Spring! Fuck, hier moet ik tegen de tank doen. Oké, dit wordt dus de volgende fase, kat en muis, maar ik zie dat het bijna tijd is, dus we gaan de party afsluiten. Heel intens, heel mooi gemaakt. Deze game die wordt nu beter en beter en beter. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer met Uncharted Among Thieves. Goedemorgen.